Pieter Jan Maijaert, eerste dag afgelopen hier in deze Condros Rally met, men mag wel zeggen, voorlopig aan de leiding bij de Historix. Ja, dat klopt. Zeer tevreden alleszins. We hebben kunnen opbouwen met onze tijden en de weglegging is goed. Nog een beetje bijstellen aan de wagen en ja, voor ons ziet er weer open goed uit. Het verhaal herhaalt zich een klein beetje. We zijn naar Historic met een escort geweest, nu met de BMW voorlopig aan de leiding, maar het is nog niet afgelopen. We hebben morgen nog een tweede dag, 8 proeven, maar tweewielaandrijving, regen. Ja, maar dat zijn de leuke condities natuurlijk. De Condros is meestal wel vettig en vuil en dat doe ik graag. Dus ik keek er eigenlijk wel naar uit om ook in de vettige situaties te rijden met de BMW hier in de Condros. Dus ja, ik zie er wel naar uit. Is de voorsprong ver genoeg om te kunnen af en toe relaxeren naar een proef te gaan? Ja, denk wel. Ik weet niet juist hoeveel we voorstaan, maar toch redelijk veel, denk ik. En we hadden graag nog de top 20 kunnen binnenlopen, algemeen klassement. Dus we gaan toch wel proberen nog een beetje te duwen op die kant. Dus ja, nog werk voor de boeg. Misschien dat morgen vroeg wel, maar voor nu, mooie dromen en slaap wel. Zeker. Voilà. Ce qui nous vient de dire, on est dit pour l'instant chez les historiques. C'est que pour l'instant, il y a une belle avance en historique. Il vient de nous dire ici, on a monté tout doucement de tous les classements. Et alors, il dit aussi pour demain, il va voir que l'appui, j'ai pas peur parce que j'aime bien de rouler en plein l'appui avec cette BM, deux roues motrices, autre parenthèse. Je dis, l'histoire se répète parce qu'il a déjà été champion, enfin, il a déjà gagné l'historique ici au Condros avec une Ford Escort. Et pour l'instant, donc, leader avec cette BM. Voilà ce que notre ami Pieter-Jan Maijaert nous racontait sur cette première journée, 48e rallye du Condros.